Ieder jaar tijdens ons kerstontbijt is de kerstrol een van de lekkerste dingen die ik me kan bedenken. Ik ben Mats en ik ben wel benieuwd hoe een kerstrol wordt gemaakt. Ja, we zijn vandaag in Wateringen bij Bakkerij Goedhart en zij maken hier een van mijn meest favoriete dingen tijdens kerst, namelijk de kerstrol. Ik zou zeggen, laten we even een kijkje nemen. Hey, Peter. Hallo. Hey Mats, goedemorgen. Zijn kerstrollen nou typisch Nederlands? Nou, de oorsprong kwam waarschijnlijk uit Duitsland. En we hebben het een beetje aangepast in Nederlandse begrippen. Die kerstrollen, hè, worden die nou met machines gemaakt of toch nog gewoon met de hand? Gaan we je laten zien. Begin eerst even met een haarnetje op te doen. Ja, kom eraan. Nou Mats, hier lopen we de bakkerij binnen. Ja, het is lekker warm. Maar wat voor ingrediënten zitten er nou in een kerstrol dan? Laten we even kijken bij lijn 1 wat er allemaal in gaat. Is goed. Ja? Wat we hier zien in deze kuip, dit is de bloem. En al automatisch gist en water toegevoegd. Wat we nog zelf toe moeten voegen zijn de handcomponenten. Dus zullen we hier even de grondstoffen toevoegen, dan kan die gaan kneden. We hebben hier nu een gekneed deeg. Voelt net als kauwgom. Ja. Dus wat we nu nog moeten doen is de vulling toevoegen, dus krenten, rozijnen en dan is deeg klaar. Hoe wordt nou spijs in de kerstrol verwerkt? Dat is de volgende stap. Deze stukje is gerezen, heeft de eerste reis gehad. Dan wordt die plat gemaakt en dan gaan we de spijs erin spuiten. En dat doen we dan op deze machine hier, dan kunnen we hem dichtvouwen. Okay, weet je proberen? Dat is goed, ja. Wat je moet doen is spijs in het midden, omvouwen en terugduwen. En dan moet met een beetje bloem? Ja, dat is wel handig. Hoppatee. Nou, dat vind ik eigenlijk best wel leuk om te doen. Ja, nou ja, je doet het ook goed. Nou Mats, na een half uurtje bakken. Gewoon een prachtige goudgele stol. We zijn goed warm geworden. We lopen de koeltoren in, dan gaan we even kijken en daarna kunnen we ze inpakken. Zo hé, hey. Dit is wel echt heel indrukwekkend zeg. Nou, groot hè? Ja, moet ik wel, 2,5 uur koeltijd, dus ik moet wel 6.000, 7.000 broden kwijt. En hier zijn we bijna aan het einde gekomen, dan is het brood ook afgekoeld en dan zou je hem kunnen eten. In dit geval gaan zou we hem nog eten. Ik zou Mats niet zijn als ik nu ook nog een klein hapje zou willen proeven. Zullen we maar een uitzondering maken voor één keer? Oh. Lekker? Lekker die zachte spijs erin. Zullen we maar gaan, want anders dan krijg je nog een buikje. Vandaag zijn we erachter gekomen hoe een kerstrol wordt gemaakt. Peter heeft dat heel goed laten zien. Alsjeblieft. Dankjewel. Er komt een mooi plekje voor een schap. Hele fijne feestdagen. Fijne feestdagen vast. Hoi. Net vers gebakken en straks heerlijk voorbij het kerstontbijt. Tot de volgende. Vond je deze video leuk en wil je meer zien? Geef dan even een like en abonneer je ook op ons YouTube kanaal. Doe maar even. Kleine moeite.